Oh my god, wat is het heet! Oh jongens, het is hier echt niet uit te houden in deze studio. Ik wilde vandaag een let's play gaan doen. Het was me niet heel erg duidelijk welke game ik wilde gaan spelen. We hebben natuurlijk gisteren Fall Guys gedaan. We hebben afgelopen week Halo gedaan. Horizon Zero Dawn gedaan. Project Cars 3, noem het allemaal maar op. En ik zat te kijken, ja, welke game moet ik dan vandaag gaan spelen? Want ik had wel een aantal dingen in gedachten. Ik had bijvoorbeeld, moet ik verder gaan met Horizon Zero Dawn? Ik weet niet, ik heb daar nog te veel issues mee. Dat gaat alleen maar hoofdpijn worden. Moeten beginnen of verder gaan met F1 2020 carrière modus. We zitten bij Monaco. En het is hier veel te warm om je druk te maken over Monaco. Dus had ik zoiets van, ja, misschien een potje Star Wars Battlefront 2. Ja, het is heel vet. Maar heb ik niet geïnstalleerd. Dus dat moet ik eerst doen. En dat gaat gewoon lang duren, want die game is bijna 100 gig. Maar gelukkig hebben we daar nog good old Google Stadia. En ik zit zo een beetje door mijn Google Stadia bibliotheek te bladeren. Dit zijn de games die ik op dit moment heb. Destiny, Metro, Kona. Kona komt uit 2016, speelt zich af in de jaren 70. Zag er best wel interessant uit. Dus ik wil die misschien wel later gaan checken. Mortal Kombat 11, Superhot, Wavebreak. Nog niet gespeeld. Crada, ook nog niet gespeeld. West of Loading, ook nog niet gespeeld. Maar dan zag ik hier... Monster Boy. Monster Boy and the Cursed Kingdom. Laten we gewoon gaan kijken wat het is. Ik heb het nog niet gespeeld. Ik weet niet wat het is. Het lijkt een beetje een RPG-achtige game. Misschien ben ik oliedom en had ik al lang moeten weten wat het is. Omdat het een hele bekende franchise is. I don't know. Maar laten we die gewoon gaan checken. Ik ben best wel benieuwd namelijk. Ziet er best wel cute uit. En omdat het Stadia is, hoef ik niks te installeren. We kunnen gewoon meteen aan de slag. Hoe lekker is dat? Hopelijk zit het mee met de internetverbinding. Kijk, hij is nu aan het laden. Important safety. Ja. Boom. Daar gaan we. Kijk, de muziek is al top natuurlijk. Even kijken bij options. Ik denk dat we die... Oké, laten we maar daarop houden. Video. Screenshakes. Ja hoor. Oké. Controller. We spelen met controller. Let's go. Nieuw game. In a world. Lijkt een beetje op de dierentuin vandaan. Oh, wacht. Het is geen RPG. Het is een Magikarp. Dat lijkt op een shy guy uit Mario. Was it Uncle Naboo flying on a barrel? Something's definitely not right. I better get my stuff and go after him. Oké, laten we het doen. En hier zijn we in de game. Dit is jumpen. Wat kunnen we nog meer? We kunnen alleen jumpen. Oké, cool. Dit is echt totaal niet wat ik van deze game had verwacht trouwens. Oké, we hebben een zwaardje. Ja. Ik heb geen idee wat het deed. Is dat de checkpoint? Krijg je dan je leven terug? Of wat is dat? Wow, stay back, dragon. Sorry, Jin, it's me, your little brother. What? Zeke, how'd you turn into that? You won't believe it. Uncle Naboo pulled a magic wand and transformed everyone in the village. Ew, I'm not crazy then. I just saw him flying on a barrel. Do a barrel roll. Yeah, that's him. He's flying on a barrel of royal nectar he probably stole from the king. Het lijkt een beetje op het font van Super Smash Bros. Trouwens. That can't be good. We need to stop him. Did you see where he went? Ik denk naar rechts. You said toward the lighthouse. I'll catch up with you there, okay? Okay. Let's go. Oh, we have a map ook. Oh, nice. Ik ben reuze benieuwd. Okay, ze hebben levensbalkjes, dus het is niet one hit. Als je een tonnetje kapot slaat en er zit niks in, dan heb ik het idee dat ik hem verkeerd gebruikt heb. Did you know you can attack while ducking? Hold the left stick down and press it.
Maar dat doet hij helemaal niet. Ik druk nu de linkstick in. Oh, je moet gewoon naar beneden houden. Ik dacht dat je hem in moest drukken. Ik vond het al een gekke manier. Oeh, dat is wel een toffe aanval. Ah, hij stunt die enemy ook meteen naar mij. Ik vind de muziek niet om te hachelen, jezus. Ik had wel meer daarvan verwacht. Oh, dat kost me een half hartje. Muntjes. Het ziet er wel cute uit, maar hoe komen we hier beneden? Denk je? Moeten we door het water zwemmen, denk ik? Kijk, maar daar kan je er wel langs. Zullen we dat eens proberen? Oké, die had echt veel meer damage nodig. Kunnen we hier naar beneden springen? Nee, dat kan dan weer niet. Nog steeds geen idee wat dat is. Heavy boots. Nou, we hebben 10 coins. Komt dat even mooi uit. Weighty boots designed for those looking to explore watery depths. Nou, oké. Okay. Dan doen we dat toch. Ja, gaan we doen. Wat een vrolijkheid. Oké, okay, die hebben we. Oh, hij loopt wel echt heel langzaam daarmee. Oké, okay, laten we eerst die jongen helpen. Oh. At last, some fresh air. Thanks, Mr. Bluehair. Are you alright? I'm sorry, it looks like my uncle has also transformed you into a monster. What? I'm a Pebblogo, not a monster. Is your uncle that crazy flying guy when I asked him about a green-haired girl I'm looking for? He just kicked me into the barrel and laughed. I gotta find her. See ya. Okay, later, pig. Watch it. You almost got us turned into ashes. Uh-oh, that wasn't there here before. Please tell me you have a shield to repel fire. Nee, heb ik niet. Okay. Maar, ik denk dat hij in die grote schatkist ligt. Als we door het water zijn gegaan. Ja, cool. Makes so much sense. Woep. Daar gaan we. Het voelt een beetje Zelda-achtig aan. Hey, hey. Wanneer je met dit soort boots aan de slag moet gaan. Ik krijg het altijd heel erg benauwd wanneer ik die luchtbelletjes zie. Doe me denken aan mijn Sonic Days. Ik ben echt een groot Sonic fan. Maar ik werd altijd super zenuwachtig van wanneer die muziek echt enorm... En dat je dan zo'n luchtbel eerst moet pakken. Kijk, let maar op, hier zit hij in. What? Wat toevallig. The shield is so smooth and polished, it can reflect fireballs back towards enemies. Oké. Okay. Maar, moeten we denk ik wel weer terug gewoon lopen of niet? Hey, pak dat muntje dan, joh. Oké, okay, die hebben we. Use the right shoes. Ja, dat gaan we zeker doen. Dit is echt totaal niet wat ik had verwacht van deze game. Maar oké, hoe gebruik je je shield? All you gotta do is face the fire flower. Oh, je hoeft helemaal niks te doen. Kijk, dit is waarom je Google Stadia hebt, jongens. 10 teraflops. Voor dit soort games. Oké, en nu? Maar zijn dat dorpsbewoners? Of zijn dat gewoon random enemies?
Doet me een beetje denken aan die Super Mario Krabs van de originele arcade game. Nice work! That uncle of yours sure is causing trouble. Here's a gift I'd like you to have. You look like someone who could use it. Thanks, but what is this thing? It's a magic fire truffle. Je eet het en dan ga je trippen. I found it in the barrel I was stuck in. You have to eat it. Oh, wow. Dus echt. Eat it? But this truffle thing looks kind of cute. Trust me, they want to be eaten. That's why they taste as sweet as they look. Oh, noise. Yes, do that. Well, I'm leaving now. If you meet a girl with green hair, tell her I'll find her soon. Goodbye, Mr. Blue Hair. Your fury powers have awoken. Press Y to shoot fireballs that burn enemies and certain obstacles. Find more truffles to carry extra fireballs. Dat was niet de bedoeling. Oh! Kijk! Daar krijg je ze dus ook van. Wow. Of zou dat nu alleen zijn zodat je voorbij dit stukje kan komen? Ik vind dit een hele vette move. Wat? Hey, dat schip hier op de achtergrond, dat was toch veel kleiner geworden? Hoppakee. Kom nou, joh. Maar we hebben niet genoeg fireballs. Denk ik. Voor dit ding. Oh. Huh? Hoe komen we daar dan? Wat een timing. Oh. Hey. 1, 2, 3. Precies genoeg. Hey. Oh, die had ik niet verwacht. Dan ben ik wel bijna dood. Oh. Welke game deed het vroeger op Super Nintendo nu ook? Doet me heel erg denken aan een game. Volgens mij Yoshi's Island? Deed Yoshi's Island dit ook? Hups. Even die hartjes pakken. Muntjes. Muntjes zijn heel erg belangrijk natuurlijk. Dan niet joh. Wat zijn deze dingen? Hoe ver zijn we nu al op die map? Oh, we kunnen fire spells kopen. Noemen we dat toch op die manier? Even kijken, de map. Oh, we moeten daarheen. Het is wel een adventure game. We moeten iets doen. Oh, ik dacht dat je daar ook op kon staan. Om dat open te krijgen. What can it be? Coin bonanza! Zit er hier ergens een switch? Kijk, want hier zit een muur die gewoon open zou moeten gaan. Denk ik. Maar ik zie nergens een switch. Ik had eigenlijk niet verwacht dat die fireball daar doorheen zou kunnen gaan. Oh, maar dat had ze natuurlijk al eerder laten zien. Dom, 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 dom. Die blauwe crabs die hebben echt te veel damage nodig. Hoe gaan we deze pakken? Ik denk dat we bovenop die vis moeten springen. Kijk, dat bedoel ik. Elite gamer skills.
Oh, shit. Die dingen breken af. Ze doen me denken aan die Cuphead zonnebloemen. De? Wacht even, zijn we er? Oh, we zijn er bijna wel. Ja. Oh, we komen echt één muntje tekort? Are you serious? Ah, maar we hebben al een potion nog. Wait for me! Uncle Nabu is inside. Let's be careful. He was summoning monsters on the way. I told you, he's gone crazy. Crazy. Okay. Hij ziet er wel uit als een troll. There he is. What do you brats want? If it's my want you're after, you can forget it. Ooh. Zit hem de liquor. I think it's time you hand that thing over, uncle. You've caused enough trouble already. Where'd you find it anyways? None of your business. I'm going to make you regret following me, but first. Grrr. Empty already? Gotta find my royal nectar. Is hij gewoon dronken of is hij possessed? Wow, that wind is no joke. Oh. Doe me denken aan Super Mario Sunshine, man. Oh. 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 Nee. Nee. Ik had die niet gezien. Kom dan. Is hij kapot? Nee, hij is nog niet kapot. Oh, die wel. Kan je zo met je schild boven je dekken, denk je? What? Ik moet sneller zijn. Oh, we hebben hem. Ik dacht dat ze weer aangroeiden, joh. Oké, dit was een saaie boss fight. Gebeurde niet heel erg veel. What? Nee joh. Ga je de game verder zo spelen? Blijf toch niet de hele game zo. Wel een vette artstijl. Cool. Maar, we zijn bij level 2 aangekomen. We hebben gewoon het eerste gedeelte van de game gespeeld. De eerste boss fight gehad. Ik denk dat dit goed genoeg is. Want het is zo warm. Het is zo verschrikkelijk warm. Oh, ik smelt hier helemaal. Jongens, dit was... Ik weet niet eens meer hoe deze game heette. Hoe heette deze game? Even kijken. Het heette heel vreemd. Even kijken. Exit game. Hoe heette deze game? Oh my god. Ja, het was good. Oké. Oh, die staat natuurlijk helemaal bovenaan. Monster Boy and the Cursed Kingdom. Dat was deze, jongens. Deze game is niet voor mij. Dat weet ik wel. Het is wel grappig om te spelen, maar het is gewoon niet voor mij. Ik neem nu aan dat al deze characters op de achtergrond allemaal verschillende versies van Monster Boy zijn. Maar dat is slechts mijn voorspelling. Jongens, dit was Monster Boy. Ik ga de verkoeling opzoeken, want het is niet te hachelen hier. Bedankt voor het kijken weer. En tot de volgende keer. Later!